Ik was David Simon, ik was een van die man oorlevende oud grondkundiges, had die jaren om Stellenbosch, klein Simon Vlei. Ik hang van Simonsberg, die voet hangen, dat is een bekende rooi. Gronden afkomstig van graniet, baie oud materiaal. Het is van die oudste geologische gesteentes waarop wonder gebouw wordt. Die grond is nu nog eens baie stabiel, dat is rooi, en die is er ook nooit. Het is een baie goede fysische structuur, eigenschappen. Absorbeer water baie mooi, je spoel die makkelijk nie. Zo kom je die steil, die hellings nog baie is. En dat hou ook die water vast. Dat is baie stoer capaciteit. En dat is ook om hierdie wingerd kan bestaan, want die positie was nou zo'n 200 meter positie speel. Maar onder bij 1.2 meter omtrent 1.5 kom je op die natter moedermateriaal af, hoogstweerde graniet. En daar is heel wat vocht aan. Die wortels kom je sommer al bij uit. Dus soos die somer aangaan en die boekgrond raak droog, dan is daar nog een heenkom, een soort van een buffer wat onder dieper in die grond is, wat die vinger dan geëxploiteerd wordt. En dit is een soort van een oorlevingsmechanisme wat zo'n diepe grond baie uniek maakt voor Droland. Ek glo sterk aan die wingerdstok ook nie van klimaatskokke. Hy wil gelijkmatige groeiseisoen hê. En die grond en die omstandige gebiede, dit is koel genoeg en dit reflecteer in die vrug. Het is een gelukkige plant dat een mooie vrug dan groot maak. En hele pluk lyk wat die vrug eraf is. Ek is Isabel Thewes, ek is die wingerdboukundige van Heerenberg. Een van ons uniekste sites in die Parel, waar een van ons mooiste kabernies vanaf kom, wat op een tamelijke skynsjalling is. So die kabernie gaan in twee handelsmerke in by Heerenberg, dit gaan in die R163 in en dit gaan in die 273 in. So dit is een van ons gesogste blokke en wat dit so uniek maak is definitief die grond. So dit is granietgronde, Tukulu. Die wingerde lewer tussen omtrent 5 tot 6 ton per hektaar. Dit is gesplit teenoor 4 contouren. So elke contour het sy eie tyd wanneer ons om oes. So ons oes ook met die hand, so doen geen machine oes nie. Wat dit ook uniek maak is die wingerd is in 2002 geplant. Dit is al tamelijk baie oud. Die korrels is baie klein, wat meer vruggedrewe wijn vir ons gee in die keller. So dit is meer jou donker vrug, gestoofde vrugte wat jy op die neusel optel. En dan een groot gestruktureerde wijn. Met die kleine korrels wat het meer geconcentreerd maak. Wat bo die wingerd aangaan is definitief refleksies wat onder die wingerd aangaan. Ek is Samuel Viljoen, ek is die kellerbestuurder van Heerenberg Kelle. Vandag hier by Klein Simonsvlei in die wingerde en ons kyk hier by ons kabernie waar ons elke jaar baie moeite doen dankzij die producenten hierso. Vandag kom kyk na grondprofiele en het is geweldig interessant geweest waar jy sien hoe dinge wat miljoene jare terug gebeur het, invloed het op besluite wat ons vandag neem. Hoe dit alles een rol speel in die type en die klas wijne wat ons kan maak. As jy nou hier rondom jou kyk en jy ervaar op die klimaat wat jy is en die manier hoe die heuvel helling is en hoe dit af die contour afloop na onder toe. Oor die jare heen het ons nou al gesien die belangrikheid daarvan. Selfs op hierdie klein stukkie hoe hellings op verskillende tye ryp word. Lekker om te sien is dit al die dinge by mekaar kom. Dit herinner my altyd na donkerpruin karakter, baie mooi vrug, goeie struktuur. Dit is wyne wat lang kan verouder en vat, dit kan die hout dra. En as jy die komponente by mekaar sit, is die balans wat dit het, hoe dit die wyne nie komplementeer. Die prime en primaire vrug geere lig, hoe die tannine en goed nog steeds behou, dit maak hierdie eindelijk baie besonders. En alles gaan oor om die elemente te beskerm, die vrug, val die vrug element. Want as jy nie die vrug element het hier dan het jy baie min om jy van te werk. In geval van die 2 sensors in die private bin, alhoewel het baie keer eerste volvate is die keuse daarvan en die effect daarvan altijd om die vrug naar voren te bring. Dit is altijd die einddoel is om die synergie te kry waar dit al die komponente saam beter wyn maak.